is omdat ik weer ziek was dit weekend. Yeah! Hij zit op de racebaan. En ze hebben wuppie. Wat ben je nou met dat ding? Wat is dat? Een soort sleuteltje. Oh, oké. Okay. Deze is heel erg leuk. Hola, hello, guten Tag, goedemiddag. Mama, wacht even. Het is maandag. Jawel, het is een keer maandag en ik ga vloggen. Wat vinden we daarvan? Ik ben vanochtend naar de dokter geweest met mijn enkeltje. En ze had hem eventjes gecheckt. En ze zegt, ik vermoed gewoon dat het echt een flinke kneuzing is. Als je het zeker wil weten, dan moet je foto laten maken. Toen zei ik, kan niet, ik moet werken. Dus ik heb geen foto laten maken. Toen wilde ik het, toen vroeg ik aan haar, mama stoppen. Toen vroeg ik aan haar van, wil je het dan even inbinden? Nou, gezeik, hadden ze niet. Nou ja, goed, laat maar weer. Uiteindelijk heb ik wel gewerkt vandaag en ging het verbazingwekkend goed. En ik denk omdat ik hem gewoon heel de hele tijd heb bewogen. Goed, waarvoor ik nu aan het vloggen ben, is het volgende. Ik heb vorige week op Shein, Shein, hoe je het wil noemen, heb ik veel jurkjes besteld. Want ik wil gewoon op mijn werk lekkere jurkjes dragen, want dat vind ik leuk. Dus ik dacht, ik ga dat eventjes bestellen. Of nou, ik had mama gevraagd, wil je jurkjes voor me uitzoeken? Mama had uitgezocht, we hebben samen besteld. Nu is het binnen, nu ga ik het passen. Let's go. Jurkje 1. Hij is groen. Ja, punt. Like. Ik kan hem niet... ja, je ziet de kleur niet heel goed. Ja, zo wel. Donkergroen. Ik vind hem helemaal mooi. Met laarsjes eronder en uiteraard een panty in plaats van mijn witte sokjes. Mooi! Nou, deze is toch ook heel leuk? Ja, meid. Ja, dit is ook een enig jurkje. Nee, dit is zo'n nietje. Ik vind hem niet leuk. Ik vind het stofje niet fijn en ik vind hem gewoon niet leuk. Nee, ik vind me deze print toch leuk. En kijk die mouwen even. Maar ik vind het geen... Nee, ik vind hem hier niet zo mooi. En dat zie je, ja, jullie zien het altijd anders dan dat ik het doe. Ik twijfel. Nee, ik ga me hier niet lekker in voelen, denk ik. Nee. Ja, deze is heel erg leuk. Leuk printje. Ik vind het mooi hier zo. Ja. Ja hoor. Deze is ook leuk, maar hij is een beetje strakkies. Dus ik doe hem ook terug. En er komt nog een hele lading aan. Dus als ik dat binnen heb, zal ik het ook even laten zien. Joi. Zo, goedemiddag kijkers van Bo's Leven. We zijn bij opa en oma in Kampen. Ja, nu bij is een keertje. Normaal is Bo hier altijd. Maar kijk eens, oma die is de trotse bezitter van een scootmobiel. En ze hebben een wuppie. Wat ben je nou met dat ding? Wat is dat? Een soort sleuteltje. Oh, oké. Okay. Dus, maar oma gaat even een demonstratie geven van de scootmobiel. Dus blijf erbij, blijf kijken. Wordt spectaculair. Nou, maar is dit... dit is een scootmobieletje? Ja hoor. En hoeveel kilometer rijd je er al op? Ik weet niet, dus die er niet op. Oh. Nou, dat staat je goed hoor. Komt je maar. Welkom in de Red Bull stal. Daar gaat ze hoor. Jannie Verstappen. Nou. En ze gaat naar de pit. De pole position heeft ze. Gas, baas. En de spiegel is goed. Ja, dames en heren, daar komt ze aan. Jannie Verstappen. Jannie Verstappen ligt nog steeds voor met 2/10 punt. En daar gaat ze hoor. Ja, dames en heren, Henk is iemand uitproberen. Dat is niet goed, hè? Hij zit op de racebaan. En dan kunt u terug. En stoppen maar. Nou, dat waren even de dolle avonturen van Jannie Verstappen op de scootmobiel. Ik heb zelf ook een stukje gereden, zoals jullie gezien hebben. Prachtig mooi ding. Maar heel veel veilige kilometers en hier rijdt tenminste wat aan. Dag kijkers, tot de volgende keer. Doeg! Hallo, het is zondag. En de reden dat het al zondag is, is omdat ik weer ziek was dit weekend. Yeah, top. Nee, het was vreselijk. Vrijdag had ik een dagje met mama.
gingen we 's middags naar de kapper. Of nou, we hadden geluncht en toen gingen we naar de kapper en toen dacht ik voel me niet zo heel lekker. En ik zat bij de kapper en ik dacht, oké, ik moet nu echt zo meteen overgeven. Maar gelukkig was dat niet het geval. Ik heb het ingehouden totdat ik thuis was, maar dat was niet best, kan ik je vertellen. Ik was de hele avond en halve nacht echt ziek. Ja, echt niet fijn. Gisteren ging het maar zo. En vandaag gaat het ook. Het is niet dat ik zeg, nou, het gaat helemaal fantastisch ineens, zeg maar. Dus, erg jammer. Ja, ik zou gisteren met Corina naar een kasteel gaan in Brabant. Maar ik zei, dat durf ik gewoon niet aan, want ja... Hè? Zometeen ben ik daar en dan gaat het mis. Dus dat hebben we even verplaatst. Stan zou gisteravond komen, maar ik zei tegen Stan, kijk nou maar even wat je wil, want ik wil je ook niet aansteken. Stel, ik ben wel weer ziek vanavond, dan heb je ook niks aan me. Dus die komt vandaag. Dus eigenlijk liep mijn weekend weer iets anders dan gepland. Helaas pindakaas. Maar ik kan alweer lachen en het gaat. Mijn buik die... ja... Af en toe denk ik, gaat het goed? En dan gaat het wel, maar goed, ja. Vrijdag, even iets leuks. Vrijdag ben ik dus wel naar de kapper geweest. En het is iets korter. Ja, je ziet het niet zo heel erg, maar het is iets korter. En ik heb het hier in een, ja, in een, niet een laagje. Ze noemden het geen laagje, maar ja, ik weet even niet hoe ze het noemden. Maar goed, dat, want ik dacht donderdagavond ineens, ik wil mijn haar doneren. Dus ik ging vrijdagochtend ging langs de kapper en toen zei ik, joh, kan ik mijn haar doneren? Want het hing echt op mijn reet. En toen zei ze, nou nee, want er gaat eerst 5 centimeter van af, want dat is dood. En dan een staart maken en dan nog 35 centimeter. Nou, dan zou ik een boblijn hebben. En ik heb nou niet zo'n heel smal kopje en een boblijn met een bolkopje vind ik niet zo heel mooi. Dus ze zei, we kunnen wel dit en dit en dit doen. En dan ga je even bijpunten elke 2,5 maand. En dan over een half jaar of een jaar kun je dan je haar doneren. Want ik wil dat gewoon een keertje heel graag. Dus dat. Zo, ik heb jullie even bijgepraat. Dat was 2 minuten, bijna 3 minuten. Oef, ik heb hier ook spierpijn. Niet te geloven. Nou goed, het spijt me dat deze vlog zo kort is. Ja, ik kan er niet zoveel anders van maken. Volgende week wordt het heel leuk, want ik ga vrijdag ga ik naar een musical met Angela en Maartje in Den Haag. Dus daar heb ik helemaal zin in. En in het weekend zullen we vast ook nog wat leuks doen. En door de week weet ik het eigenlijk niet, ik ga sporten. Maandagavond heb ik een meeting met een paar meiden, want we gaan meedoen met de Pietershow in Dronten. Heel leuk. En dinsdag gewoon weer musical. Woensdag sporten. Donderdag squashen. Nou goed, weet je. We gaan het zien. Ik probeer jullie zoveel mogelijk mee te nemen. Maar nu ga ik vandaag even met Stan chillen. Ik hoop... Oh, ik had trouwens mijn tweede lading van de jurkjes ook binnen. Die heb ik niet gefilmd. En ik zei dat ik dat wel ging doen. Sorry daarvoor. Maar jullie zien het vast binnenkort in de vlog. Ik wil jullie toch bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan wel even een duimpje omhoog. Alsjeblieft, dank u. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En volgende week ben ik gewoon weer beter. Hoop ik. Ik ben al wel redelijk weer beter. Maar ik hoop niet dat ik weer ziek word. Nou, oké, dit duurt veel te lang. Daag!